Ik krijg de laatste tijd vaak vragen over cryptocurrencies. Natuurlijk omdat ik een klein gedeelte van mijn belegde vermogen in crypto heb zitten. En het de laatste tijd natuurlijk wel erg goed gaat met de crypto. We hebben gezien dat Bitcoin afgelopen week de nieuwe all-time high heeft aangetikt. Dus het komt wel vaak in het nieuws. Mensen zijn er weer geïnteresseerd in. En dus dacht ik van laat ik eens een video gaan maken over cryptocurrencies. Ik heb er zelf niet zo heel veel kennis van. Ik doe het er een beetje bij. Dus ik dacht, wie zal ik dan eens vragen om eventueel mee te werken aan deze video? Toen dacht ik meteen aan Madelon Vos. Jullie hebben wat vragen ingestuurd die ik haar ga stellen. Over wat zij van Bitcoin vindt, wat ze verwacht, hoe ze onderzoek doet, hoe je kunt beginnen. Het is een beetje gericht dus eigenlijk op de beginnende mensen die een beetje naar Bitcoin aan het kijken zijn. Want dit kanaal gaat natuurlijk over beleggen. Dus hopelijk vind je alle antwoorden in deze video en vind je het een leuke video. Maar laten we niet langer wachten en beginnen met het interview. Hallo Madelon, en leuk dat je natuurlijk mee wilde werken met deze video. Ik kreeg de laatste tijd, eigenlijk de laatste half jaar al best wel veel vragen over crypto. Juist omdat ik af en toe liet zien dat ik het wel een beetje had. Maar wat ik ook altijd aangeef, ik heb natuurlijk niet zoveel kennis en ik doe het er een beetje voor erbij. Dus ik dacht, wie heeft er meer kennis en waar kijk ik altijd voor naar crypto? Dus ik dacht aan jou, dus ja, leuk dat je in ieder geval mee wilde werken aan deze video. Ja, hartstikke leuk dat ik bij jou te gast mag zijn, Ruud. Dankjewel. Ja, denk wel leuke tijden voor jou ook de laatste tijd zo. Ja, het is veel ontzettend gedoe, veel bijzonder. Nieuws. Klopt, dit is echt een periode waar we nou jaren naar uitgekeken hebben. Ik zit nu 7, 8, bijna 9 jaar alweer in deze markt. Dus dat is ontzettend bijzonder dat juist nu die markt langzaamaan omhoog gaat. En we worden overladen met vragen, berichten. Steeds meer mensen die kijken, die meer willen leren. Dus dat is hartstikke tof. En ja, er gebeurt gewoon heel veel. Eindelijk weer na 1,5 jaar of bijna 2 jaar beer. Kunnen we nu langzaamaan weer de goede kant op. Ja, het is wel echt. Ja, het is nou echt weer in het nieuws. Dus dan krijgt natuurlijk iedereen er weer mee te maken. Ja, ik zeg 1,5 jaar, 2 jaar. Volgens mij is het zelfs 3 jaar geweest. 2017, 18, 19. Ja, 3 jaar, ja. 3 jaar is het. Nou ja, het voelde veel sneller gelukkig. Maar bizar. Eind 2017 was toch de vorige piek? Ja, dat klopt inderdaad. En januari zwakte het langzaamaan af. Toen gingen de altcoins ook weer wat op laag. En eigenlijk kwamen we toen in een markt terecht wat alleen maar neerwaarts ging. En waarbij het best wel lastig was om iets met nieuws te kunnen. Het nieuws deed niks met de koers. Er werd fundamenteel, er veranderde niet zoveel. En dan is het soms wel lastig om te kijken naar wat voor nieuws pak ik er dan uit? Wat is interessant? En eigenlijk is Bitcoin in de basis ooit bedacht als manier om te kunnen betalen van persoon tot persoon zonder tussenkomst van een derde partij. En natuurlijk is het fijn als de koers een beetje omhoog gaat. Dus dat we weten dat we in de goede richting zitten. Maar dit 2020 jaar was echt het moment waarop die coin het zou moeten gaan doen. Waarop we zagen dat de hele economie spontaan instortte. En dat is in 2008 gebeurd en dat gebeurde nu opnieuw. Dus dit was echt de perfect storm. En nu moest het gebeuren en langzaamaan lijkt het nu te gebeuren. En dat baseer ik dan op basis van die prijs die omhoog gaat. Ja, want jij zegt 2008, 3 jaar geleden was dat niet zo, maar heeft de toestand van de economie, denk je, invloed of correlatie met Bitcoin bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik zeker. Bitcoin wordt in sommige gevallen wel eens benoemd als de digitale vorm van goud. Goud is natuurlijk een asset waar mensen naartoe gaan op het moment dat er economische onrust ontstaat. En we zagen dat dit jaar enorm. Er ontstond een liquiditeitscrisis. Alle markten eigenlijk, alles tegelijkertijd ging omlaag. Zelfs zilver en goud. Bitcoin ging daarin mee. Mensen hadden tekort aan geld. Gingen hun posities weer proberen recht te trekken. Dus iedereen stapte uit de markt en ging terug naar dollar. En wat dat moment bijzonder maakte, was dat we dat eigenlijk nooit eerder hadden gezien. Ja, 2008 hadden we dat gezien. En Bitcoin had nooit eerder een crisis meegemaakt. Dus we wisten niet hoe Bitcoin zou reageren. En in 2008 is dat whitepaper geschreven. Dat is toen verschenen. En daarbij werd ook gezegd, we hebben een munt nodig. Een wereldmunt nodig. Of eigenlijk niet eens een wereldmunt. Maar in eerste instantie een munt waarmee we elkaar kunnen betalen zonder dat er een derde partijrisico bij komt kijken. Dus zonder dat we een bank nodig hebben. Dat was het eigenlijk in de basis. En een mooie karakteristiek van die munt was dat het schaars is.
schaarser dan een euro of een dollar. Die ontwaart steeds meer, je koopkracht neemt af. En bij Bitcoin is dat dus niet het geval. En ondertussen zit mijn kat te zeuren of de deur open mag, excuus. Maar dat is dus niet het geval bij Bitcoin. En dat is wat het zo mooi maakt. Maar 2020 is wel het jaar waarin die munt het dan zou moeten gaan doen. Het was de veelbeloofde munt in aanzien van een crisis. Reset zeg ik, ben een beetje de war nog. Ten aanzien van een crisis. En ja, nu moet die munt gaan floreren. En moeten we het daadwerkelijk ook gaan gebruiken straks. Maar die stappen die komen allemaal nog. Ja, want dus wat jij zegt, het is eigenlijk na die vorige crisis bedacht. En dit is natuurlijk de eerste crisis die het dan meemaakt. Klopt. En natuurlijk, volgens mij heb jij dat ook gedeeld op Instagram, dat 22% van de dollars die er in de omloop zijn dit jaar bij zijn geprint, zeg maar. Ja. Dus dat heeft natuurlijk, dan zie je natuurlijk wat de dollar eigenlijk, wat daar mogelijk is en wat het dus minder waard wordt. Dat kan je natuurlijk nooit bij Bitcoin. Nee, klopt. Bitcoin hebben we. Bitcoins, meer dan dat komen er niet. En we zien nu dus nog wel een beetje inflatie. Er komen nu een bepaalde hoeveelheid bitcoin komt er nog bij. En uiteindelijk zijn dat er dus 21 miljoen. Het is een hele kleine vorm van inflatie. En als we kijken naar de euro of de dollar, die kunnen ongelimiteerd bij worden geprint. En het vervelende daarvan is dat je koopkracht afneemt. Had je in 1900 100 dollar, dan had dat toen een koopkracht van 100 dollar, maar inmiddels heeft het een koopkracht van minder dan 3 dollar. Dus je kan daarmee nu voor 3 dollar een product te kopen met diezelfde 100 dollar. Dus zo erg neemt je koopkracht af en mensen hebben dat eigenlijk niet door. En dat is heel erg zonde. Dus op het moment dat je geld voor je kan laten werken, dan raad ik ook iedereen aan om dat te doen. Zet je geld in. En in plaats van het uit te geven en telkens weer, ik noem het altijd het monopoliespelletje. Ik weet niet of je dat voorbeeld kent. Er wordt ons geleerd op school dat we, als we klaar zijn met onze studie, dat we dan daarna een baan nemen, we gaan werken. En iedere maand gaan we opnieuw, krijgen we geld. Omdat we gewerkt hebben, loon naar werken. Nou, als je Monopoly speelt, dan kun je iedere keer langs start gaan. En dan krijg je gratis, ja, zeg maar, van start krijg je een beetje geld. Nou, dat kun je hele monopoliesessie lang doen. Maar als je dat doet, dan win je dat spel niet. Dus je moet zorgen dat je dat geld wat je krijgt als je langs start gaat, dat je dat investeert. Dat je hotels gaat kopen, dat je straten koopt. En als je dat doet, dan kun je voor jezelf een imperium opbouwen en dat spel winnen. En dat is altijd het voorbeeld wat ik noem. Als je dus langs start komt, als je geld krijgt, zorg dat je het voor je aan het werk zet. En dat is nog los van het hele inflatieverhaal, hoor. Dat heeft hier in de basis niks mee te maken. Maar wel dat je meer na moet denken over hoe je geld voor je in kan zetten. Ja, dat is een goede voorbeeld. Ja, heel nooit simpel zo van nagedacht bij Monopoly. Nee, wat ik bij voorbeeld doen, want die zitten niet zo in de economische theorie. En dit is dan toch een goed voorbeeld om ze een beetje richting beleggen te sturen. Ja, nou ja, waarschijnlijk dat je het ook met de reden niet geleerd krijgt. Want als iedereen dit gaat doen, dan is het ook niet goed voor de economie. Want niemand gaat geld uitgeven. Dus. Nee, het is wel de bedoeling dat we ook blijven consumeren en dat we ook die economie aanzwengelen en dat prijzen op peil blijven. En als we geen geld meer uitgeven, dan zakt die economie in één. En dat is ook niet wat je wil natuurlijk. Dus ja, in de basis is het belangrijk om te investeren, maar ook belangrijk om te blijven spenderen natuurlijk. Absoluut. En jij zei straks in het begin van, je bent inmiddels al 8-9 jaar geleden begonnen met Bitcoin. Ja, 2012-2013 zoiets, ja. Oké, okay, want best wel veel mensen op mijn kanaal, of tenminste een gedeelte van de mensen, komt vanuit crypto juist, heeft daar een keer winst genomen, wil nu gaan beleggen, ook wat spreiding. Ja. Maar heel veel mensen zullen jou nog niet kennen op mijn kanaal, dus misschien is het leuk om even kort te vertellen van, wie ben je, wat doe je, waar kennen we je van? Ja, goeie inderdaad. Wat leuk is om te weten, ik kom van origine uit Groningen. En ik ben 5 jaar geleden ben ik naar Amsterdam verhuisd. En dat was toen omdat ik studeerde in Groningen. En na 3 jaar mocht ik een minor doen. En ik heb ervoor gekozen om die minor in Amsterdam te doen. Dat was de minor beleggen. En dat vond ik onwijs interessant, want ik wilde daar nog meer over leren. Ik zat toen al in Bitcoin al een hele poos. Maar Bitcoin zorgde er eigenlijk voor. Misschien moet ik nog een stapje terug, dat is misschien beter. Vanuit huis kreeg ik vroeger mee, mijn broertje ook, dat als wij geld verdienden, toen ik vroeger een baantje had bij de pizzeria, als wij geld verdienden, moesten we dat niet alleen naar de bank brengen, want mijn vader zei altijd, dat is een lening aan de bank. Kijk ook
of je je geld op andere plekken zou kunnen vermeerderen. Of je ergens winst zou kunnen creëren voor jezelf. Dus nou ja, wij gingen kijken naar aandelen, opties, obligaties. Maar ik vond het een beetje saai. Saai, ja, dat is een goede woord. Een beetje voor, ja, het was een beetje voor mijn vader. Een beetje oude, grijze mannen, weet je wel. Daar vond ik het wat voor. En het was niet zo boeiend. En ik zat toen best wel wat op dark web. En ik was aan het kijken bij Wikileaks. En ik vond dat allemaal heel erg interessant. En zo kwam ik ergens Bitcoin tegen. En toen dacht ik, hey, dit is tof. Dit is iets nieuws. En ik ging daarmee naar mijn vader. En die had wel gehoord van allerlei verschillende vormen van digicash. Maar dat was allemaal gefaald. Dus nou, we hebben het een beetje over gehad. En nou, uiteindelijk besloot ik om toch wat Bitcoin te kopen. En dat was dus in begin 2013. En nou, ja, dat hele rondje meegemaakt. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat die koers enorm ging stijgen. En dat die koers ook weer enorm hard kon dalen. En ik kon daar totaal niet tegen. Als control freak wil je een beetje houvast voor jezelf creëren. Dus hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat met een Bitcoin? Ja, daar kun je geen fundamentele analyse op loslaten. Dat is heel moeilijk. Dus ik kwam al snel uit op technische analyse. En dat is uiteindelijk ook hoe ik bij de Marne Beleggen terechtkwam. Daar hadden ze een vak wat technische analyse heette. Dat is het vak wat ik overigens nu zelf geef op de Hogeschool van Amsterdam. Dus dat is wel heel leuk. Maar daar kwam ik dus terecht en ik dacht, hey, dit wil ik gaan doen. Hier wil ik meer over leren. En uiteindelijk ben ik fulltime gaan handelen, fulltime gaan traden op de Bitcoin-markt. Dat was best wel heftig, omdat die markt 24/7 doorgaat. En dan moet je je voorstellen dat je aan huis gekluisterd bent, drie keer per dag eten besteld, niet meer de deur uit kan, niet meer je vrienden spreekt. Dus dat was niet echt heel erg gezond. Dus daar ben ik langzaamaan even van teruggekomen. En toen ben ik voor IEX gaan werken, een poosje. IEX.nl, beleggerswebsite, is je wel bekend. De kijkers waarschijnlijk ook wel bekend. En ja, dat was ontzettend leuk. Daar mocht ik ook veel publiceren over Bitcoin. En vanuit daar voor mezelf begonnen en de moed gevonden om deze video's te maken. Zoals deze interviews, maar ook op mijn eigen kanaal. En dat verder doorontwikkeld. En uiteindelijk heel veel vragen ontvangen. En toen besloten om cursussen te gaan ontwikkelen. Dus ja, heel erg geluisterd naar waar is er vraag naar. Wat willen mensen leren en hoe kan ik daarbij helpen. En die rol heb ik in 2018 aangenomen. En die rol heb ik eigenlijk nog steeds. Ik probeer mensen echt te begeleiden op de weg naar het behoud van je koopkracht en je vermogen. En het nou ja, vergroten daarvan. Ja, want jij doet eigenlijk op jouw kanaal vooral veel Bitcoin. Maar ook meer richting banken of centrale banken toch eigenlijk? De economie, macro-economisch? Ja. Ja, ik ben echt begonnen met het analyseren. Dus echt het analyseren van koersen van zowel Bitcoin, maar ook van altcoins. En later merkte ik dat er wat fundamentelere vraag was naar, nou, hoe werkt dat dan met Bitcoin en hoe werkt het dan met altcoins? Maar ik merkte dat ik die altcoin-markt wat minder interessant vond. Het was ja wat minder fundamenteel gedreven. En in die tijd zagen we dat de yield curve, de lange rente en de korte rente. En dat was een signaal waarvan ik dacht, hey, er komt iets groots aan. En dat was in de zomer van 2018 uit mijn hoofd. Ja, in de zomer van 2018 was dat. En toen ben ik daar wat meer gaan verdiepen van, hey, er gebeurt iets interessants. Misschien kan ik hier iets mee. Heel veel gaan lezen, heel veel economisch onderzoek gedaan. Monetair onderzoek gedaan. Hoe werken banken? Wat is er in 2008 gebeurd? Hoe heeft dat met de huizenmarkt? Hoe heeft dat plaatsgevonden? Die huizenprijs hier in Amsterdam, die bleven maar stijgen. Dat is ook iets wat ik ontzettend interessant vond. En ja, vanuit daar langzaam aan richting de economie gegaan. En nu ook totale macro plaatje. En hoe de werking van centrale banken eruit ziet. Wat voor invloed ze hebben op zowel koersen van aandelen, maar ook op huizenprijzen. En ja, als dat kwartje valt, dan sta je wel een klein beetje perplex. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, dat is... Alleen mensen komen erachter als ze er zelf onderzoek naar doen, want je komt het, ja, je hoort. Ja, klopt. Ja, de Bitcoiners noemen dat altijd down the rabbit hole. Dus op het moment dat je voor het eerst Bitcoin koopt, dan ja, is dat leuk en dan doe je het vaak omdat je denkt, hey, je kan hier wat winst mee maken. Dat was overigens niet mijn reden in 2013. Mijn reden was dat ik vond dat de banken te veel macht hadden gehad en dat het me interessant leek om het gewoon zonder bank te kunnen doen. En het schaarste aspect vond ik heel erg interessant. Maar de mensen die daarna kwamen, 2014, 2015, misschien wel 2017, die deden dat voornamelijk om
geld te verdienen. En ja, als je daar eenmaal in die funnel komt, dan ga je ineens bedenken, hé, maar hoe werkt ons geld eigenlijk? En waarom werkt geld zoals het werkt? En hoe kan het dat we hier niks op school over leren? En hoe zorg ik ervoor dat ik hier meer van kan maken? Zonder dat ik er al te veel moeite voor hoef te doen. En zonder dat ik telkens dat rondje lang start moet maken. Ja, en je had het ook. Je krijgt de laatste tijd heel veel vragen. Had ik ook natuurlijk. Zeker toen ik aankondigde dat de interview eraan kwam. Bijvoorbeeld een goede vraag hier had ik van Hannes. Wat is Bitcoin of misschien ook wel blockchain? En welk probleem lost het dan op? Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Zoals ik net al zei, de twee aspecten van Bitcoin die ik het belangrijkst vond, was het schaarste aspect. Dus het feit dat er maar 21 miljoen Bitcoins zijn. En dat Bitcoin dus in de basis niet onderhevig is aan inflatie, maar aan deflatie. Dus het betekent dat je je waarde behoudt en dat je waarde zelfs groter wordt op het moment dat de vraag meer wordt. En dat is bij de euro en de dollar niet zo. Die wordt automatisch minder waard. Ik noem wel eens het voorbeeld. Als ik nu een kindje zou krijgen en ik zou op de spaarrekening van mijn kindje vanaf het moment dat hij geboren is $100,000 neerzetten. En ik zeg, als je 20 bent, mag je erbij. In 20 jaar tijd is de koopkracht ongeveer gehalveerd. Dus waar je eerst een hele mooie Porsche Macan kan kopen, moet je daarna doen met een chique Volkswagen Passat. En dat is iets wat ik fundamenteel verkeerd vind aan ons geldsysteem, aan ons monetair systeem. En dat is wel waar overheden en centrale banken op sturen. Het beleid wordt ingericht op 2% inflatie. Dus dat betekent dat je geld ieder jaar 2% minder waard wordt. En dat moet ook, want wij leven in een wereld waarin schuld met schuld wordt gefinancierd. En als je het geld en de schuld laat ontwaarden, dan wordt die druk van die schulden wordt steeds lager. Dus overheden kunnen dan niet failliet gaan. Dus ik begrijp zeker waarom het systeem zo in elkaar zit. Maar voor mensen die vermogend zijn of die iets van geld op de spaarrekening hebben staan, is dat heel vervelend. Nou, dat is nummer één, het schaarste aspect. En daarnaast natuurlijk het aspect dat die derde partij, dat risico wat er in 2008 plaatsgevonden heeft met het omvallen van een bank als Lehman, maar we hebben het ook iSafe gezien, we hebben DSB gezien. Dat is iets wat vaker voor kan komen. Die problemen zijn niet opgelost, die fundamentele problemen bij deze banken. Die liggen er nog steeds. We hebben vast de video van Arno Wellens gezien. Als je die niet gezien hebt, ga hem kijken over de Deutsche Bank. Zo staan meerdere banken in Europa ervoor. Société Générale staat er zo voor, ABN AMRO. De derde partijrisico is best wel groot. En wat ik niet begreep is waarom je niet het spaar- en betaalverkeer lostrekt van de beleggingsproducten of de hypotheken, de andere producten die banken aanbieden. Dat zou je eigenlijk los moeten zien. En dat was er niet. En daarnaast heb je bij Bitcoin geen centrale partij die de boel aanstuurt. Maar we zijn allemaal een Bitcoin. En dat was ook iets wat ik heel erg interessant vond. Dus bij Bitcoin ben je je eigen bank en Bitcoin is van niemand, maar toch ook van iedereen. En dat is in de basis wat ik heel bijzonder daaraan vind. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog de Bitcoin blockchain. En dat is in principe de database, zo zou je het moeten zien. Een gedistribueerde, decentrale database waar iedere transactie, als je het voor je ziet in een Excel-document, iedere transactie wordt er aan de onderkant bijgeschreven. En dat wordt verdeeld over het gehele netwerk, over allerlei computers. En telkens als er een nieuwe transactie bijkomt, dan is het moeilijker om de transactie die daarboven in dat Excel-sheet, die daarboven zitten, om die aan te passen. En op een gegeven moment kan dat eigenlijk niet meer. En dat heeft te maken met de hash die eraan vastgekoppeld is. En dat is best wel technisch. Ik zal daar niet te erg de diepte op ingaan. Maar het is onmogelijk om de transacties bovenaan in het Excel-sheet, of wat hoger in het Excel-sheet, om dat nog terug te draaien of aan te passen. En die Excel-formulieren, die zitten op alle computers en die worden allemaal met elkaar gecheckt. En dat betekent dus ook dat er niet een dubbele transactie plaats kan vinden. En dat was iets wat revolutionair was voor Bitcoin. Ik noemde net het voorbeeld al, DigiCash, eCash. Dat zijn voorbeelden geweest waarbij ze ook geprobeerd hebben om Bitcoin te bouwen, zeg maar. Maar daarbij was het bijvoorbeeld
makkelijker om een kopie te maken. Want als wij een Word-document hebben, jij hebt er één en ik heb er één, en ik geef deze aan een kennis van mij, dan weten we eigenlijk niet meer of jouw nou het origineel was of dat van mij. En als je dat met geld doet, dan wordt het een beetje vervelend. Dus dat is ook iets wat opgelost was. En dat is wat het voor mij heel erg interessant maakt. Dat is het in de basis het belangrijkste. Heb ik het zo voldoende uitgelegd? Ik denk het wel. Ja. Mij is het in ieder geval wel duidelijk, maar... Gelukkig. Maar dan heb je het ook... als je dan daarnaar kijkt, en dat is ook een vraag die ik heel vaak kreeg. Mm-hmm. De Europese Centrale Bank is ook bezig met hun eigen crypto, blockchain. Wat is jouw mening daarover? Of wat kan dat voor invloed hebben op Bitcoin bijvoorbeeld? Ja, dat is echt een superleuke vraag inderdaad. Ik heb toevallig gisteren een nieuwe video opgenomen met Willem Middelkoop hierover. En dat noemt hij The Great Reset of The Big Reset eigenlijk. En wat hier zo bijzonder aan is dat Bitcoin eigenlijk een digitale revolutie teweeggebracht heeft. Toen Bitcoin bedacht was, werd er nog best wel getwijfeld over het feit of het misschien verboden zou worden. En dat het streng gereguleerd moest worden. En op een gegeven moment zagen we Facebook... die met de Libra kwam. En dat was de digitale munt van Facebook. En eigenlijk schrokken de beleidsmakers daar dusdanig van... dat ze dachten, als Facebook dit gaat doen... als Facebook geld gaat creëren... want dat was eigenlijk iets wat tot voor kort verboden was. Je mocht niet zomaar je eigen geldbriefjes printen. Dat kon niet. Maar als je dat digitaal gaat doen... en je hebt een bedrijf met zo'n grote reach... wat Facebook dus heeft... zoveel users, zoveel gebruikers... dan heb je dus een munt die heel makkelijk... en heel snel geaccepteerd kan worden. En daar schrokken de partijen van. China heeft gelijk gezegd... wij komen ook met een central bank digital currency... zoals dat genoemd wordt. Een digitale bankgeld kun je het in het Nederlands noemen. De centrale bank van Amerika... de Federal Reserve... deed precies hetzelfde. Ook de Europese Centrale Bank... die gaf aan dat ze heel graag... Een eigen munt zouden willen. En je moet het als volgt voor je zien. Momenteel hebben wij nog een spaarrekening bij onze huidige bank staan of een betaalrekening. En je kan daar ook hypotheekproducten afnemen. Maar straks wordt het mogelijk om direct bij de Europese Centrale Bank een digitale wallet aan te houden waarin jouw digitale cash zit. En er is een groot verschil tussen digitaal cash papiergeld, zakjes, digitaal wordt. Een digitale vorm van cash. Maar nog steeds, het schuldenklimaat, dat blijft in de basis nog. Voor hoe het er nu uitziet momenteel. Aan de ene kant klinkt het heel positief. Aan de andere kant klinkt het een beetje alsof de ECB dan toch regels op gaat leggen of gaat sturen. Zoals jij nu een beetje zegt. Vrijheid staat, gedecentraliseerd, terwijl... die hier toch weer een beetje richting het centrale van de centrale bank gaat. Ik denk niet eens dat deze central bank digital currency iets met blockchain te maken heeft. In de basis zou je kunnen zeggen dat het op dezelfde manier werkt als dat ons cash of dat ons digitaal geld bij de Rabobank of de ING of de ABN staat, dat het op dezelfde manier vormgegeven wordt. Het enige is wel dat we nu op dit moment best wel lastig, als we aan verruiming doen van de geldhoeveelheid, best wel lastig is om ervoor te zorgen dat het geld op de goede plekken terechtkomt. Dus in de economie en dus inflatie veroorzaakt wat ze graag willen. We zien juist dat er inflatie op de huizenmarkt is en op de aandelenmarkt. Dus het komt nu niet helemaal op de plekken waar de beleidsmakers willen dat het komt. En als je gericht geld gaat uitgeven, dus misschien wel 100 euro per hoofd gratis iedere maand... Ik doe maar iets. Als je dat gericht zou doen, komt het wel bij op de juiste plekken terecht. En krijg je dus ook daadwerkelijk productinflatie. Tenzij we met z'n allen gaan beleggen van dat geld. Maar dat kunnen ze dus programmeren dat we dat niet doen. Dus vanuit hun perspectief, vanuit het beleid wat zij voeren. Dus die 2% inflatie zou dit best wel een interessante weg zijn die ze nu inslaan. Maar fundamenteel het feit dat geld ontwaart, iets waar ik het niet mee eens ben. Fundamenteel wordt hier niks door veranderd. Dat is wel belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Nee, oké, ze brengen het een beetje alsof het een alternatief is, terwijl het eigenlijk gewoon helemaal los staat. En je moet dus Bitcoin ook totaal anders zien als dit soort dingen. Ja, het is echt een manier om het systeem nog verder op te rekken, in plaats van over te gaan naar een systeem wat fundamenteel anders en beter is. En als we dan bijvoorbeeld, we noemen heel vaak Bitcoin, ik denk dat jouw focus daar het meest op ligt, maar welke andere
coins, altcoins of zo, zijn er interessant of waar moet je op letten? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Bitcoin is mijn all-time favorite. En dat is wel heel erg leuk, want ik krijg vaak op Twitter berichten van bijvoorbeeld de Ripple-fans, de XRP-fans zijn dat. En die geven dan aan, ja, Madelon, heel leuk en aardig, maar de banken die gaan straks Ripple gebruiken. Of XRP gebruiken, zo heet het coin. Dit is iets waar ik veel vragen over krijg. En dat is wel belangrijk om het even goed aan te stippen. We hebben verschillende soorten coins en tokens. Het verschil tussen een coin en een token is dat een coin een eigen blockchain heeft en een token draait op een andere blockchain. Dus een token draait bijvoorbeeld op de Ethereum blockchain en die heeft zelf geen blockchain. En Ethereum is dan de coin. Daar kun je al twee in opsplitsen. En eigenlijk hebben coins en tokens andere doeleinden. Dus XRP en Bitcoin en Litecoin kun je bij de betaalmiddelen neerzetten. Maar zo heb je ook tal van verschillende tokens die allemaal andere problemen oplossen. Je hebt zelfs tokens die affiliate marketing problemen oplossen. Je kan van alles en nog wat bedenken waar tokens of ecosystemen op ingericht kunnen worden. Ik focus mij voornamelijk op de betaalfunctie. En dat is dus in deze Bitcoin. En als ik dan bijvoorbeeld een vraag krijg van de Ripple fans die zeggen, hey Madelon, wat vind jij hier dan van? De reden dat ik Bitcoin kocht was juist om die derde partij te omzeilen. Dus juist om die banken niet meer te hoeven gebruiken. En dat is misschien een utopisch beeld. Misschien gaat het nooit gebeuren, dat kan. Maar toch sta ik achter dit product en achter hetgeen wat gecreëerd is tot zover, dus tot nu. Terwijl XRP juist de banken stimuleert, wordt gezien als een banking coin. En ondanks dat het zoveel potentie heeft, wil ik daar niet aan. Het voelt voor mij niet goed om dat te doen. Dus ik heb een beetje Litecoin, ik heb een beetje Ether, ik heb een beetje Stellar. Wat heb ik nog meer? Steam. Puur omdat ik het een tof idee vind, maar echt groots is het niet, nee. En als je dan kijkt, hoe moet je crypto onderzoeken? Want ik neem aan, bij een bedrijf kijk je naar een balans of ja. Maar het valt bij crypto is natuurlijk heel erg tegen. Ze hebben misschien een bepaald idee. Maar ik denk dat het vooral richting technische analyse gaat. Of? Ja, dat klopt. Fundamenteel gezien kun je natuurlijk wel kijken naar, als je verschillende tokens of coins met elkaar wil vergelijken, kun je wel kijken naar hoeveel coins worden er in totaal gemaakt. Wat is er gepre-mined? Dus wat hebben ze vooraf al gecreëerd? Hoeveel gaat er naar de developers? Hoe ziet het team eruit? Hoe willen ze omzet maken of winst? Zit er een CEO op? Of is het een... het kan ook een, god, hoe noem je dat nou, iets wat geen geld verdient, non-profit is. Dat kan ook. Dus je kan wel zeker je verdiepen in een bepaalde coin of token of het bedrijf wat erachter zit. Maar dat kan tot op zekere hoogte, want alsnog is het dan heel lastig om in te schatten of zoiets daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Ik vind bij Bitcoin mooi dat het een first mover advantage heeft. Dus de eerste is en tot nu toe. Het kan best zijn dat ze ooit ingehaald zullen worden. Dat is allemaal mogelijk. Maar het feit dat de bedenker anoniem is, is ook iets wat het prettiger maakt. Iemand is namelijk niet chanteerbaar. En dat kan bij de coins en tokens die daarna volgden, kan allemaal wel. Maar het meeste van mijn analyse doe ik op basis van technische analyse. Dus ik kijk gewoon puur naar de koers, naar de grafiek. Waar gaan we naartoe? En dat is een deel van mijn portefeuille. Ik heb in principe drie verschillende portefeuilles. Eén hodl portefeuille, zoals we die noemen. Als bitcoiners, crypto'ers. De hodl portefeuille is een portefeuille die ik altijd aanhoud. Waar ik niks mee doe. Dan heb ik één portefeuille waarin ik iedere maand standaard bijkoop. Dus dat is een DCA portefeuille. En dat doe ik voornamelijk op bitcoin. Ik doe dat ook nog een beetje met goud en zilver. Gewoon standaard bijkopen. En een trade portefeuille om mee te handelen. En dan op de middellange, semi-middellange termijn. Dus niet meer op de daghandel. Want dan kom ik niet meer uit huis. En die mag achter mijn scherm vandaan. Dat is niet de bedoeling. Maar echt op wekelijkse basis dat ik een trade doe. Of soms twee keer per week dat ik een trade doe. Hangt er even vanaf hoe erg de markt schommelt. Maar dat ik niet constant gefocust hoef te zijn op wat er op de markt gebeurt. Ik zie je dan vaak met grafieken bezig zijn op dit moment. Hoe staan we ervoor? Ja, ik kan wel heel even laten zien. Kijken of ik mijn scherm kan delen. Dit is een weerwar van allemaal lijnen. Dit is de 1-uurs grafiek. Het is eigenlijk een beetje belachelijk dat ik hem op zo'n groot timeframe of zo'n klein timeframe heb staan. Maar op basis
hiervan handel ik voornamelijk. Ik zal even de dagfiek erbij pakken. Dat is altijd leuk. Ik zeg altijd, je kan mij midden in de nacht wakker maken voor een mooie grafiek. Dat is iets waar ik enorm blij van word. Wat we hier zien is een hele grote symmetrische driehoek. En op basis hiervan kon je een koersstoel berekenen. Die lag ongeveer rond tussen de 23 en de 26.000 dollar. En we zagen een opwaarts trendkanaal waar de koers nog steiler uitgebroken is. En we zitten dus nu in een echte rally. De rally is dus nu van start gegaan. En dat gaat met hele grote bewegingen. Dus grote ups, maar ook grote downs. En met Bitcoin is het zo dat als een koers heel erg hard omhoog gegaan is, bijvoorbeeld 100% in een maand, dat die ook weer in een dag of 2, 3, 4, 30% omlaag kan gaan. En dat is iets wat we meer gaan zien de komende tijd. Maar in principe handel ik voornamelijk op basis van patronen in combinatie met een indicator, in combinatie met het volume. Ook hier zagen we een mooi patroon, een broadening formation noemen we dat. Brak opwaarts uit, kun je een koersdoel berekenen. Ook hier, dit is weer zo'n broadening formation. Nou, dan kun je ook door deze pootjes hiervan af te halen, kun je ook weer een koersdoel berekenen. Symmetrische driehoek, weer opnieuw een koersdoel berekenen. Terug dit trendkanaal in. Nou, zo blijf je eigenlijk bezig om weer te kijken, nou, waar zie ik weer opnieuw een patroon en wat kan ik daar dan mee? En normaal gesproken handel ik pas op de doorbraak. Dus niet als je ziet wanneer een driehoek wordt gevormd, maar pas wanneer de koers uitbreekt. Dat is voor mij een moment waarop ik zeg, oké, dan stap ik even de markt in. En daarna wachten we tot er een nieuw patroon plaatsvindt. Nou, dit was een prachtig opwaartse trend die nog weer versneld werd. Nou, dan lag hier mijn verkoopsignaal opnieuw. En momenteel zijn we nog niet meer opwaarts hier op richting die kant opgebroken. We hebben wel een mooie dubbele bodem gezet. Dus we gaan hier wat buggelen en dan is het even wachten op een nieuw patroon. Ja, het ziet er eigenlijk even allemaal heel logisch uit. Ja, heel, heel logisch. Even maar is dat dan, tenminste denk ik ook altijd bij, als je puur op grafieken baseert, dat doet waarschijnlijk iedereen. Ja. En krijg je dan niet wat ze noemen self-fulfilling prophecy of hoe heet het dan? Iedereen werkt naar dat punt toe. Ja, dat zal zeker het geval zijn. Ze noemen dat ook in de theorieboek. Ik weet niet of ik hem hier heb liggen. Theorieboek van technische analyse. Nee, ligt hier niet. Dat technische analyse ook wel degelijk een self-fulfilling prophecy kan zijn. Op het moment dat iedereen kijkt naar een bepaald koersdoel. Sorry, mijn kat zit weer er doorheen te schreeuwen. Maar als iedereen kijkt naar een bepaald koersdoel, dan zie je dus dat alle handelaren daarop wachten. En op basis daarvan handelen ze. En dat is helemaal niet erg. Ik denk dat dat juist goed is tot op zekere hoogte. En bij Bitcoin is het wel zo dat veel geautomatiseerde transacties plaatsvinden. Dus veel op basis van algoritmes en op basis van bots. Maar daarop kun je nog steeds profiteren. Je kan nog steeds met de markt mee. En dat is iets wat ik al jaren doe en hartstikke leuk vind voor de bij om te doen. Maar niet meer iets om dag en nacht op te focussen. Nee, die vraag krijg ik ook vaak met beleggen van, waarom focus je op de lange termijn en niet op daytraden? Ten eerste zeg ik, denk dat het voor de lange termijn voor de meeste mensen interessant is, want je kunt het gewoon nu instappen, een maand in erom kijken, je kunt het makkelijk naast je baan doen. Terwijl je natuurlijk met daytraden, dan moet je het denk ik bijhouden, vooral bij Bitcoin, als het dag en nacht open is. Dan durf je niet eens naar bed gegaan met een open positie of zo. Precies, ja. Wat het extra lastig maakt. Met aandelen heb je natuurlijk dat de markt op een gegeven moment sluit. En dan kun je ook gewoon uit positie gaan. Maar als je Bitcoin handelt en je wil meer Bitcoin vergaren, dan is het dubbel op moeilijk. Je hebt namelijk een 24/7 markt. Plus je wil meer Bitcoin bezitten. Dus dat betekent dat je er in dollarpositie op achteruit kan gaan. Terwijl je er in Bitcoin positie op vooruit gaat. En als je ervan moet leven, kan dat heel lastig zijn. En eindstand weet je dat die koers wel weer omhoog gaat, maar dat kan wel een poosje duren. Dus je bent blij als je een extra bitcoin vergaard hebt, ondanks dat je misschien in dollarpositie wel 1000 of 2 of 3000 dollar op achteruit gegaan bent. Dus dat maakt het ook lastig. Een lastige situatie om te handelen om meer bitcoin te verdienen. Als je puur handelt om meer dollars te vergaren, dan kan het, maar dan is het dus alsnog 24/7, ook in het weekend, ook om 3 uur 's nachts als je alarmpjes afgaan. Dus vandaar dat 1 of 2 trades in de week is hartstikke leuk om te doen. Dat is echt fantastisch. Maar meer dan dat is wel heftig. Ja, nou heb je het even heel kort uitgelegd. Maar volgens mij vorige maand of 2 weken geleden heb ik een video gemaakt over cadeautips. Had ik onder andere jouw cursus in met technische analyse. Ik denk omdat jij focust op crypto, maar je kunt er zeker denk ik heel veel van leren, ook voor beleggen.
Ja. Kun je iets vertellen over wat je in jouw cursussen leert of waarom het interessant is eventueel voor kijkers? Ja, ja, zeker. Dat is hartstikke leuk dat je dat aanhaalt. Het klopt inderdaad. Ik krijg veel vragen over de grafieken die ik bestudeer. En dit doe ik al echt vanaf dat ik 16 ben of iets dergelijks. Ik vind het fantastisch om naar grafieken te kijken. Wat ik net ook al zei, maak me midden in de nacht wakker voor mooie grafieken. Ik ben blij. En ik hou echt van mijn slaap. Maar nee, het is superleuk om grafieken te kunnen analyseren. En het is ook hartstikke goed als je de markt een beetje in kan schatten. Dus zowel op Bitcoin toepasbaar, maar ook toepasbaar op een AEX, ook toepasbaar op een Dow Jones, om te zien wat de trend is. Alleen als je kijkt naar een trend, als je al begrijpt hoe dat in elkaar zit, hoe dat werkt, zijwaarts, neerwaarts, opwaarts, dan kun je op basis daarvan al, heb je iets meer houvast dan dat je niets hebt. Ik zeg altijd, je moet het als volgt voor je zien, je loopt op een vulkaan, op de rand van de vulkaan. En technische analyse is net dat zaklampje, zodat je precies op die rand van die vulkaan kan blijven lopen en niet naar beneden stort in het donker als je daar zo loopt. Zo zie ik het altijd. Dus het is een goed handvat om mee te kunnen handelen en op basis daarvan meer vermogen te vergaren. En technische analyse is geen exacte wetenschap. Dat is wel iets wat moet worden verteld. Het betekent dus niet dat 1 plus 1 2 is. Nee, het is een wiskunde wetmatigheid, een bepaalde wetmatigheid. En voornamelijk gebaseerd op basis van kansberekening. Dus wat doe je als je patronen bekijkt? Die patronen zijn jarenlang door verschillende econometristen bekeken. En op basis van die patronen kun je met een bepaalde mate van zekerheid aangeven dat een koers opwaarts of neerwaarts uitbreekt. Nou, er zijn tal van verschillende regels voor. En dat zijn de regels die ik onder andere uitleg in de cursus. Bijvoorbeeld bij zo'n driehoekspatroon breekt dat 50% van de keren opwaarts uit, 50% van de keren neerwaarts. Maar heb je een driehoekpatroon met een horizontale bodem, dan breekt de koers vaker neerwaarts uit. 68% kans op een neerwaarts uitbraak. Nou, dan ga je dus net met je stop los, ga je er net onder hangen. En op het moment dat hij dan uitbreekt, kun je hem daarna weer opwaarts meepakken als je door middel van de klap- en flapregel, als je dat dan weet, je optimale instapmoment berekend hebt. Nou, op basis daarvan kun je echt super mooi handelen. En nou, je hoort het wel, ik word er super enthousiast van om erover te praten. Maar dat is ook de reden. Technische analyse was toen ik ermee begon heel erg lastig om te leren. Er was heel weinig informatie laat staan op de Bitcoin-cryptomarkt. Ik heb eigenlijk alles zelf uit moeten vogelen. En dat was niet heel erg leuk. Ik zat toen ook op TradingView. En er waren er mensen en die zeiden, ja, je bent helemaal geen meisje van 17. Je bent gewoon een oude man van 40 die nog op zijn zolderkamertje bij zijn ouders zit. En ik vond het zo stom dat mensen mij niet voor mij aannamen. Dat ik echt ik was. Dus ik dacht, ik moet gewoon beter worden dan jullie. Ik ga gewoon laten zien dat ik dit kan. En ik kreeg er heel veel vragen over. Ook van jongeren, van jongens van 16, 17, 18 jaar oud. Die eigenlijk precies in hetzelfde schuitje zaten als ik. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon een mooie cursus maken. Cursus ontwikkelen. En in de eerste instantie hadden we bedacht, we doen dat gewoon gratis. En we bieden dat aan iedereen aan. Maar er zat zo ontzettend veel werk in, Ruud. En je zal het zelf natuurlijk ook weten. Je denkt, oh, dat doe ik zo in een paar dagen en dan is het af. Maanden hebben wij eraan gewerkt. Letterlijk maanden. Het heeft van maart tot en met augustus geduurd voordat we een goede basis hadden staan. En ja, dat is best wel een ding. Maar ontzettend leuk en ontzettend veel leuk. Een vraag die ik ook heel veel binnenkreeg is wat je verwacht van Bitcoin de komende tijd. Ik weet niet of we dan een jaar vooruit moeten kijken, 3 jaar, 10 jaar. Misschien wat de techniek doet, of hoe het geaccepteerd wordt, of de koers. Daar zijn natuurlijk de meeste mensen geïnteresseerd in. Ja, ik denk dat de komende periode een bepaald aantal problemen aangepakt moeten worden omtrent Bitcoin. Bitcoin was ooit gedesigned om voor een bepaalde, voor selecte groep gebruikt te worden. Niet om voor zo'n grote groep door zo'n grote groep gebruikt te worden. En dat betekent dus ook dat transacties langer kunnen duren. En dan moet je denken aan een half uur tot een uur voordat je transactie uiteindelijk geverifieerd is, genoeg verificaties heeft om in de blockchain toegevoegd te worden, dus aan die Excel-lijst toegevoegd te worden. En dat is eigenlijk niet de bedoeling dat het zo lang duurt. Want als je een kopje koffie afrekent of boodschappen bij de Albert Heijn, wil je dat snel kan. En nu weet ik ook niet of Bitcoin uiteindelijk wel
het betaalmiddel gaat worden. Het kan best zijn dat we Bitcoin meer gaan zien als store of value. Maar mochten we Bitcoin wel willen zien als betaalmiddel, dan is dit een probleem wat opgelost moet gaan worden. En daarnaast hebben we nog een ander probleem. En dat is dat het best wel duur kan zijn om een transactie te doen. En als je een transactie doet van 10 miljoen of van 100 miljoen, dan is dat even duur als dat je, ongeveer even duur als dat je een transactie doet van een euro of 10 euro. En dat is een beetje uit het lood. Dus hele grote transacties zijn heel goedkoop om te verzenden, maar hele kleine transacties kunnen heel duur zijn om te verzenden in verhouding. En ook dat is wel iets wat opgelost moet worden. Daar zijn ze heel erg hard mee bezig. Dat is een laag bovenop Bitcoin wat Lightning heet. En daar wordt hard aan ontwikkeld. Daar zijn ze al jaren mee bezig. Maar ik hoop wel dat dat nog meer vorm begint te krijgen. Dat mensen daar echt wat concreet mee gaan kunnen. En koerswise, ja, daar krijg ik natuurlijk heel veel vragen over. Wat gaat Bitcoin doen? Gaat de koers echt naar $100,000? Ik moet zeggen dat ik een enorm fan ben van het plan van plan B. De analyse van plan B. En dat ik me daar zeker in kan vinden, laat ik het zo zeggen. Ik weerhoud mezelf altijd van het doen van koersuitspraken. Zag je dat? Ik weerhoud mezelf altijd van het doen van koersuitspraken en dergelijke. Maar ik moet wel heel eerlijk toegeven dat ik vind dat zijn omschrijving en zijn analyse, dat heel goed in elkaar zit. En dat ik me goed kan voorstellen dat dat zal plaatsvinden in de toekomst. Dus dat de koers langzaamaan oploopt. Dat Bitcoin in de eerste instantie een store of value zou worden. En langzamerhand mogelijk een betaalmiddel. Maar dat is wel afhankelijk van het ecosysteem, van het klimaat eromheen. En dan moet je dus denken aan hoe sterk de dollar of de euro is. En misschien dan een laatste vraag om af te sluiten. Ook een paar keer binnengekregen trouwens. Mensen vinden het dus interessant. Hoe kun je dan beginnen met Bitcoin bijvoorbeeld? Ja, dat is echt een supergoeie vraag. Ik heb het hier veel met mijn vrienden over, vriendinnen ook overigens. En die vinden het toch best wel lastig en eng. En de koers beweegt veel en dat is spannend. Maar wat ik altijd zeg is dat het belangrijk is dat je niet een groot deel van je vermogen in Bitcoin stopt. Dus op het moment dat je Bitcoin zou willen kopen, moet je eerst voor jezelf nagaan. Hoe heb ik mijn portefeuille op dit moment verdeeld. Hoe groot is mijn deel in goud en zilver? Hoe groot is mijn deel in aandelen? Hoe groot is mijn deel in vastgoed? En hoeveel hou ik dan over aan vermogen? En eigenlijk zou je het een beetje 25, 25, 25. Dus 25 cash, 25 aandelen, 25 goud, 25 zilver. Zo zou je het een beetje in kunnen delen. En het stukje cash wat dan over is. Ik heb hier trouwens ook een e-book over geschreven. Die is overigens gratis. Dus als de kijkers dat leuk vinden, kun je die vinden op mijn website. Die dateert wel van tijdens de coronacrisis overigens. Dus er staan nog wel koersdoelen in van zilver. Toen stond de koers volgens mij op $10 uit mijn hoofd. En ik heb toen gezegd, de koers kan naar $22. Maar dat zo snel al was, had ik even niet verwacht. Dus dat moet ik nog een keer aanpassen. Dus wordt daar niet boos om. Maar als je dat dus zo indeelt, zou je dus van die positie van 25% cash, zou je 5% maximaal, als je de gezonde verhouding wil noemen, zou je richting Bitcoin kunnen sturen. En dan vragen mensen ook vaak, ja, wat dan? Wanneer is dan het beste moment om in te kopen? En dan geef ik vaak aan dat op basis van dollar cost averaging, dus iedere maand een klein beetje, dat je het meest rustig gevoel geeft. Want mensen die beginnen met beleggen, die kunnen wel eens panikeren op het moment dat hun positie op verlies staat. Of op het moment dat de koers hard omlaag gaat. En dan willen ze vaak in paniek verkopen. En dat is iets wat je nooit, of althans, wat niet handig is om te doen. Dit is overigens geen beleggingsadvies, maar wat niet handig is om te doen. In paniek, blind verkopen. Het is uit emotie. En emoties moet je eigenlijk uitschakelen. En door dat dollar cost averaging ga je voelen hoe het voelt als je een poosje, nou ja, wat minder goede, bijvoorbeeld een maand wat minder goede positie hebt. Maar als de volgende maand de koers nog laag staat, dan kun je weer goedkoop inkopen. Dus dan is het eigenlijk fijn dat je niet alles in één keer ingekocht hebt. En als die koers wel hoger staat, dan heb je winst. Nou ja, dan koop je wat hoger in. Maar dan is je gemiddelde wel weer mooi glad getrokken. Dus dat is een manier om je emoties een beetje in bedwang te houden. En kijken hoe je om moet gaan met zo'n schommelende koers. En ook een mooie manier om een goede portefeuille, echt een mooie basis voor jezelf op te bouwen. En beleg alleen met geld wat je kan missen. Want Bitcoin is een groot risico. Een enorm groot risico.
er staat ook een enorm grote return tegenover. Omdat het zo jong is, is er mogelijkheid dat je alles zou kunnen verliezen. Hou dat wel in je achterhoofd. Maar daar staat ook een ROI van 1000, misschien wel meer procent tegenover aan de bovenkant. Dus vandaar ook een heel klein deel van je portefeuille die kant op. En alleen geld wat je kan missen. Ja, en is er dan een, noem je het daar ook gewoon broker bij Bitcoin, waar je gebruik van maakt, die je aanraadt? Ja, je hebt brokers en exchanges in Nederland. Je hebt de Nederlandse exchange, waar je gebruik van kan maken, bijvoorbeeld Bitfavo, maar je hebt ook brokers. Dat is misschien nog wel goed om te vertellen. Je hebt verschillende lagen in brokers en exchanges. En dat heeft te maken met of je je eigen bank bent, of dat jij wil dat een broker of exchange je bank is. Wat je krijgt op het moment dat je je eigen bank bent bij Bitcoin, is dat je ervoor kan kiezen om je bitcoins op te slaan op je computer of op een USB-stick, een losse USB-stick. En dan ben je je eigen bank. Dus dan koop je bijvoorbeeld bij BTC Direct, koop je Bitcoin en die zet je over naar je ledger. Dus zo'n klein USB-stickje. Dan ben jij je eigen bank. Dan is er niemand die bij jouw bitcoins kan. Maar als je ervoor kiest om liever een naam en een wachtwoord te willen hebben, in plaats van, oh, ik zie dat ze nu, wat ben je nou aan het doen? Sorry, die poes die zit hier weer onder de computer. Maar als je er dus voor kiest om juist liever een wachtwoord en een naam, en als je je naam wachtwoord vergeet, dat je die dan opnieuw kan aanvragen, als je dat liever wil, in plaats van je eigen bank. En dus ook het risico dat als je je wachtwoord vergeet, of je 24 woorden, dat je er mogelijk niet meer bij kan. Als je dus liever een broker wil die dat voor jou in beheer neemt, dan kan dat. Maar dan staan je bitcoins dus wel bij je broker. Dus als die broker failliet gaat, dan ben je crypto's kwijt. Vaak worden ze wel cold storage bewaard, dus offline bewaard. En dat betekent dus dat zij het ook weer op een ledger opslaan voor jou. Dus dan hoef je je daar geen zorgen over te maken. Maar dan is er alsnog mogelijk risico van faillissement. En bij een exchange is het nog heftiger, want die kunnen ook nog weer gehackt worden bijvoorbeeld. Dat hebben we vaak gezien. En maar als je wil handelen met crypto, is het ook echt aan te raden om, als je gehandeld hebt, daarna alles weer terug te storten naar je USB-stick of naar een wallet die op je computer zit. Het liefst een computer die niet verbonden is met het internet. Zodat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het is echt belangrijk dat je je daar goed in verdiept op het moment dat je crypto zou willen kopen. En als het gaat om een substantieel bedrag. Als het gaat om een paar duizend euro, is het misschien niet rendabel om daar speciaal een ledger voor aan te schaffen. Want het is wel weer een dure aangelegenheid. Maar dat is een afweging die je daarin zelf kan nemen. Ja, ik denk dat dit wel een mooi punt is om denk ik af te sluiten. Ja, zeker weten. Poes is er ook helemaal klaar mee. Ja. Zullen vast nog wel vragen komen. Die moeten mensen maar achterlaten onder deze video. Misschien kunnen we het een rol gaan geven. Of een tijdje. Zullen ze kijken hoe de reacties zijn. Hartstikke leuk. In ieder geval heel erg bedankt voor voor je tijd. Jij heel erg bedankt, Ruud. Hartstikke leuk. Yes. En dan, wie weet, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei, doei. Doei. En tot zover het interview met Madelon. Ik denk een heel erg interessant en leuk interview waar iedereen wel iets aan heeft. Veel leuke informatie, veel nieuwe kennis, ook voor mij nog steeds. Dus altijd wel leuk om dat te horen. Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen, laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zelf heb ik al gemerkt dat het niet altijd het geluid of het beeld helemaal goed ging. Dus misschien heb je nog tips hoe ik de volgende keer dit soort interviews beter kan doen. Laat dat ook vooral weten. Dan zijn we eigenlijk daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Wil ik trouwens nog even zeggen dat alle besproken links en dat soort dingen natuurlijk onder deze video ook nog staan. Om even makkelijk snel terug te gaan kijken. Vond je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt natuurlijk het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje als je altijd weer een melding wilt krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.